Het is ook echt heel spannend, want je hoort ze hier in de struiken. Die 50 meter vandaan. Maar ja, komen ze tevoorschijn. We zijn inmiddels weer in de bewoonde wereld. De eilanden achter ons gelaten en zijn nu in Khao Sok. Het is hier een hartstikke leuk winkelstraatje. En we hebben eerst eens even een kappertje opgezocht. Want dat was in 3 weken wel weer nodig. Ons hotel ligt pal naast de ingang van het Khao Sok National Park. Dat is gelegen aan een riviertje dat heerlijk verkoeling geeft als je in het restaurant wat aan het eten of drinken bent. We hebben hier een hartstikke leuk huisje. Heel simpeltjes, maar op zich prima. We zijn nog maar net op het zwembad als wij bezoek krijgen van een hele makakenfamilie. Moet je even hiervoor kijken. Het Khao Sok National Park vormt tezamen met een aantal andere nationale parken die met elkaar verbonden zijn, een enorm natuurgebied van maar liefst 3.500 vierkante kilometer. En bestaat vooral uit ondoordringbaar tropisch regenwoud met ontelbare stroompjes, riviertjes en vele watervallen en het stuurmeer Chao Lan Lake. We gaan 2 dagen op pad, we gaan het meer op en daar overnachten we ook en we gaan ons laten verrassen. Na een schitterende tocht door een adembenemend mooi gebied, arriveren wij bij ons 5-sterren drijvende Jungle Hotel en gaan meteen onze superdeluxe kamer inspecteren. Alles piept en kraakt. Die huisjes die drijven gewoon op soort olievaten. Kijk naar het water hierachter, hoe zo blauw het is. Ik denk dat je overdag hier geen stroom hebt. Je bent bang met die vlijken. Het is wel een uniek plekje. Je zit hier echt in de middle of nowhere. Het uitzicht is echt fantastisch mooi. Nadat wij ons hebben geïnstalleerd in ons tijdelijk onderkomen en hebben geluncht, zijn wij het bootje weer ingestapt om nog een eindje te gaan varen. We sturen een beetje eind van de middag. We gaan kijken of olifanten kunnen spotten. Samen met onze gids Jaja speuren wij de oevers af in de hoop een glimp van Leo's lievelingsdieren op te vangen. Na ruim een half uur varen ziet onze gids de eerste olifant in het water zwemmen. We staan hier aan de oever van de Chao Lan Lake en recht tegenover zit olifanten in de struiken. Die zijn wat moeilijk te zien. Maar verderop is er eentje aan het zwemmen. En we blijven gewoon even wachten, want er komt er straks vast nog wel een paar naar beneden. Terwijl de olifant die aan het zwemmen was de wal opklimt, zien wij in de struiken de flapperende oren van een andere olifant. Als je goed kijkt, hier achter mij, met boven die steen, zien we olifanten in de struiken. Een beetje aan het vreten, een kleintje erbij. Het is een moeder dat samen met haar jong het hele woud kaal vleet. We hebben ruimschoots de tijd genomen om van deze prachtige dieren te genieten, maar uiteindelijk moesten we voor het donker weer terug naar onze riante 5-sterren kippenhok. Zo kan er bijna weer onder. De jongens, daar hebben we een geweldige dag gehad.
is echt fantastisch. Daar hebben we allemaal verwachtingen over getroffen. Zelfs we gingen net naar een grotere ding. Nou ja, groot. Hoe bijzonder kan het zijn? Zoveel grotten gezien en allemaal een beetje hetzelfde. Maar het was fantastisch. Enorm grote spinnen. Groter dan mijn hand. Je moet geen angst hebben voor spinnen of voor vleermuizen. Vroeg ontbijt zijn we weer op pad gegaan met onze gids en hebben de oevers afgespeurd op zoek naar wild. Afgezien van verschillende apensoorten, zoals makaken, brilaapjes en gibbons, hebben wij helaas geen groot wild zoals beren en panters gezien. Maar wel veel mooie vogels, waaronder de hoornbil. Tot slot van deze tweedaagse trip hebben we nog een wandeling door het woud gemaakt, waarna we terug zijn gevaren naar de bewoonde wereld. Als enorme liefhebber van olifanten wilde Leo graag een keer een mahout assisteren. Omdat we dit wel op een verantwoorde manier wilden doen, hebben we eerst de nodige research gedaan om uit te komen bij een door de Thaise overheid goedgekeurde en gecontroleerde sanctuary waar het welzijn van de dieren voorop staat en het ook absoluut verboden is om op de rug van een olifant een ritje te maken. Leo heeft er in ieder geval van genoten en we hopen de olifant ook. Het is vandaag maar liefst 34 graden. En op het heetst van de dag zoeken we verkoeling in het zwembad. Zo tegen een uur of drie, als de zon niet zo hoog meer aan de hemel staat, gaan we op pad om met een bamboevlot een tochtje over een riviertje te maken. We varen langs prachtige rotsformaties en komen ze nu en dan een aapje tegen. En als je onder een laag hangende boom doorvaart, wil je ook nog wel eens een slangetje zien. Aan het eind van de tocht wordt ook nog getoond hoe je water kan koken in een stuk bamboe. En dan zit het uitje voor vandaag weer op en nemen we de auto terug naar het hotel. Zelfs vanuit de achterbak van de pick-up truck is het uitzicht fantastisch.